10. Belangrijk was ook vandaag, met name voor Volendam, maar ook voor de andere eerste divisieclubs die bovenin te vinden zijn, het behalen van de periodetitel. Laten we even gaan kijken naar die stand. Volendam 11 punten, de Graafschap en Den Bosch daarachter met 10 punten. Vervolgens VVV ook niet kansloos, 6 gespeeld, 9 punten. Maar let vooral even op Volendam, 21 doelpunten voorgescoord en slechts 9 tegen. Dat zou dus betekenen dat Volendam voldoende kansen had op de Wageningse Berg vanmiddag in Wageningen. Zoals gezegd, Wageningen tegen Volendam. Het commentaar krijgt u vanuit Wageningen van Wim Jessen. Een inworp voor Volendam. Tol, terug op Molenaar. Tuip. Al doorgekoppeld Tol. Kraal. Gerry Muur kan nu alleen doorgaan. Hazelekker kan hem ook niet meer afstoppen. Een prachtig lopje van Suveret. Bal weer teruggebracht. Kansen nu voor Volendam. Mooie schiet in. En Suve was op tijd weer in zijn doel. Dit was eigenlijk na zo'n 12 minuten spelen de eerste reële mogelijkheid voor Volendam. Muren kijkt. Lepelt die bal in het strafgebied richting Guit. Guit kan verlengen. Maar Suve eruit. En die tikt hem nog net voor het hoofd van Eddy Kraal tot hoekschop. En we krijgen voor Volendam een hoekschop na zo'n 25 minuten spelen in de eerste helft. Opnieuw Gerry Muren. Guit bij de eerste paal. Suve uit het doel. Ja, en dat levert voor de lange doelman geen probleem op. Braam van Oostenbrugge kan de bal verlengen, want daar tast de dikte boer op mis. Van der Sluis. Leushuis op links van Vijfijken vrij. Nu moet die bal komen, maar Leushuis waagt een afstandsschot en dat had hij anders moeten oplossen. Van Vijfijken stond op de linkervleugel helemaal vrij. Muren nu op de andere linkervleugel. Dieptepaas op Kraal en weggehaald door Tollenaar. Tol, Molenaar komt op. Mooier, prachtige paas, ja en het wordt 1-0. Het is Molenaar die scoort. Na ruim een half uur spelen, exact 33 minuten spelen. Het was Molenaar die uitstekend bediend werd in dat strafschopgebied. En Volendam leidt hier met 1-0 na 33 minuten spelen. Mooie actie van Van der Sluis. Vlak naar dat doelpunt. Ingeschoten door Leushuis tegen de paal. En nu aan kans voor Hazelek en een doelpunt. Wat een sensatie hier op de Wageningse Berg. De speaker had nog net gezegd dat Molenaar scoorde voor Volendam. Maar Wageningen komt ogenblikkelijk terug. Eerst die bal tegen de paal. En goaltje Steve Hazelek had er geen enkele moeite mee om Frans Hoek te passeren. En op dit moment, in die 33e minuut ook, een minuutje later, de stand is 1-1. Van der Leij. En goed onderschept door Jong. Doet hij erg vrij, de middenvelder van Volendam. Eddy Kraal. Gaat daar langs Van der Klift heen. En dat had Mulder gezien. Maar hij laat inderdaad niet doorspelen. De spelers waren in de mening dat er nog niet gefloten was. Vrij schop voor Volendam. Wordt genomen door de nummer 21, Gerry Muren. Na die overtreding van Van der Klift. Muren uitstekend. De paas op Tol. Tol in dat strafgebied. En het is Guit die niet scoort. Wat een prachtig driehoekspel was dit van Volendam. Die uitstekend genomen vrije schop van Gerry Muren op rechts op Tol. De opgekomen Guit had de bal voor het inschieten, maar hij schoot de bal de berg uit. Inworp van Gerry Muren richting Jong. Probeert de bal te verlengen. Via de benen van Tollenaar mag Volendam in de slotfase van de eerste helft van een hoekschop nemen. We zijn inmiddels in blessuretijd. Hoekschop voor Volendam. Gerry Muren. Oh, in het strafschopgebied. Ja, een doelpunt. Nee, ik was iets te voorbarig, maar dat was bijna een doelpunt. Gescoord door Tuip na die hoekschop, die fraaie hoekschop van Gerry Muren. Slechte uittrap van Frans Hoek, opgevangen door Van der Sluis. Daar langs de boer heen, mooie actie van Van der Sluis. Twee mensen nu naar hem toe, dat was heel dom, van Oostenbrugge. En die scoort, het is 2-1 voor Volendam. Twee verdedigers van Volendam gingen naar Van der Sluis.
Die bracht Van Oostenbrugge in het spel. En het is hier na 8 minuten en 30 seconden 2-1 op de Wageningse Berg. 2-1 voor Wageningen. Leushuis, de grote spelmaker van Wageningen op het middenveld vanmiddag. Speelt duidelijk sterker dan zijn tegenpool van Volendam, Gerry Muren. Die nu wel weer in balbezit komt van Oostenbrugge. En dan een overtreding van Gerry Muren. En voor hem was de gele kaart. Oh nee, dat is niet voor Gerry Muren. Het is voor de nummer 6 van Volendam. Vrije verdediger Braan. Duip in de diepte op Jong. Jonk speelt daar mooier aan. Bal nu in het strafschopgebied. Kraal mist. Een kans daar voor Tol en tegen de lat. En dat was zeer spijtig voor Volendam. Het was een van de betere aanvallen. Maar het was Tol die tegen de lat schoot. Leushuis laat de bal daar angstig gevaarlijk over zijn hoofd gaan. Mooier met Braam voor zich. Mooier dat strafschopgebied in wordt neergelegd. Maar Mulder zegt niets aan de hand. Hij liet zich vallen. U zag het aan de bewegingen van Mulder. Dat wordt niet bestraft, die overtreding van Braam, die zogenaamde overtreding van Braam tegenover Theo Mooijen. En Volendam krijgt hier geen strafschop mee en Wageningen kan weer gaan bouwen. Gevaarlijke omhaal van Guit. En dat klopt ook wel, want het is Van der Sluis die daar opnieuw de boer passeert. Wordt daar inderdaad niet getackeld, want terecht laat Mulder doorspelen. Hazelhekken voor Van Pelt, een redding van... Oh, bijna een doelpunt. Vrije schop voor Volendam, met nog zo'n goed kwartier te spelen. Gerry Muren, al hoog in dat strafschopgebied. 3-4 mensen omhoog, kansen voor Guit. En buitenspel geconstateerd of niet. Guit trapt daar nog even naar. Opnieuw Jong. Tol. Worstelt zich daar langs van Vijfijken. Van Oostenbrugge. Opnieuw een verkeerde paas. Molenaar wil dat strafschopgebied ingaan. Kan hij die bal inhouden? Doet het ook. Mooi aangespeeld. Kansen nu voor Volendam. En een schitterende redding van Harry Bouquet op die inzet van Theo Mooijen. Nog eenmaal Wageningen misschien. Het lijkt me niet meer. Want we zijn 47 minuten en 18 seconden weg in die tweede helft. Van Oostenbrugge. Passeert aan Gerry Muren en nog steeds laat Mulder doorspelen. Van Oostenbrugge. En buitenspel geconstateerd door Mulder. Braam. De laatste aanval van Volendam. Dieptepaas op bijvang. Onderschept door Braam. De hand van Mulder gaat omhoog. Applaus hier en gejoel van het Wageningen publiek. En Volendam leidt hier in Wageningen 2-1 nederlaag. Het was Molenaar die 1-0 scoorde voor Volendam. In dezelfde minuut Hazelhek in de eerste helft 1-1. En 8 minuten na de rust scoorde Van Oostenbrugge het winnende doelpunt. En Volendam is nog ver verwijderd van zijn eerste periodetitel. Waartoe de amateurs een maand geleden wel in staat waren, namelijk Wageningen te wippen voor de beker. Daartoe waren de profs van Volendam niet in staat. En waarschijnlijk zal Henk Ellens, de trainer van Volendam, dan maar door moeten gaan met zijn amateurs.